Ik ben Pieter Heerma, ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ik woon nu met mijn gezin in Purmerend. Zouden niet heel veel Amsterdammers dit liever als het stadhuis zien dan de Stopera? Nou, deze Amsterdammer in ieder geval wel. We staan hier bij het paleis en bij het monument op een plek die misschien wel de oudste plek van Amsterdam is. Het rijke historie, onze vrijheden zijn hier bevochten, het monument drukt dat het meeste uit. En tegelijkertijd staan we op de plek in Nederland waar het individualisme, de doorgeschoten commercie, misschien wel het meest tot uiting komen. En ook juist hier, bij het monument op de Dam, is het goed ons te beseffen dat we terug moeten naar onze waarden en traditie. Terug moeten naar onze waarden en normen, naar deugden. En dat niet de vrijheid van meningsuiting, het recht van de sterkste, de grootste mond centraal moeten staan, maar dat fatsoen en respect, dat dat wat meer centraal zou moeten komen te staan. 20 jaar geleden heeft mijn vader het familie- en gezinsbeleid, het belang van gezinnen, het belang van goede opvoeding, op de politieke kaart gezet in Nederland. We staan hier op de Heermabrug, de brug die vernoemd is naar mijn vader, voor mij een heel bijzondere plek. Als ik hier loop, dan voel ik me trots. Trots op mijn vader. Trots op het feit dat deze brug naar hem vernoemd is. Als mensen 20 jaar later nog steeds aangeven geïnspireerd te zijn en geraakt door een betoog dat gezin, dat opvoeding meer centraal moet staan in de politiek, dan geeft dat aan hoe belangrijk dit thema is.